Yo mensen, vandaag een nieuwe video. Vandaag gaan wij de 80cc cilinder monteren op de GR6 router. Ik heb hem binnen, na een week nog wel mijn liefst. Het leuke is, als China, dus zo'n GR6 blok komt natuurlijk uit China. Dus dit is ook een genuine part. Het is gewoon origineel Chinese 80cc cilinder. Nou, we openen het pakket en het ziet er niet beschadigd uit. De doos is recht, dat ziet er goed uit hier in het klein vakje, maar het maakt niet uit. We hebben hier de zuigerveren. Deze eruit. En dan hebben we de cilinder. Ik vind hem er erg goed uitzien. Maar echt. Ik zie geen scherpe randen, geen... Ja, deze cilinder ziet er echt goed uit. Dan halen we de zuiger eruit. De zuiger ziet er ook erg goed uit. Deze randjes zijn normaal erg scherp. Maar deze zijn gewoon netjes afgewerkt, netjes afgedraaid. De oliekanaaltjes zijn ook allemaal netjes recht. Ook geen scherpe randjes. Dus echt goede kwaliteit. Voor 22 euro maar liefst heb je een cilinder op AliExpress die weer een week binnen is. Dan hebben we hier nieuwe klepseals. Voor je kleppen. Mocht je eens goed roken, deze kan je gewoon erin zetten. Klepsel. De pistonpen. Ziet er ook gewoon goed uit. De pistonpen clipjes. En de koppakking en de voetpakking. Zien er ook van goede kwaliteit uit. Tuurlijk, het is Chinees. Ik verwacht er niet veel van. Maar we gaan het zien. We gaan nu de zuigerveer erop zetten. We halen de zuigerveer uit de verpakking. En dan hebben we hier de zuigerveren. Hier hebben wij de bovenste veer. De onderste veer. De oliering. En de twee olieringveertjes. Dan gaan we nu op dit doosje, dicht doen. We leggen hier een dopje met olie op. Dat we daar eventjes de zuigveer een beetje kunnen indopen. Dat ze er al een beetje met olie op gaan. Dat is altijd het beste voor je product. En dan breken ze minder snel. En komen er minder snel krasjes in je zuiger. Laten we dat nu eventjes gaan doen. Ik gebruik valfolie 10W40 olie. Bij de Action gehaald. En zeggen dat hij slecht is, maar ik vind het een goede olie. Ik heb er nu iets van 1000 in mijn Mio zitten, het is nog steeds goud. Dus beter als de olie die de meeste scooterzaken in je scooter gooien. Hier hebben we het dopje met olie. Dan zetten we de oliekan hier neer. En hopen dat het niet ont is, want dan is de hele tafel kapot. Nou, we pakken als eerst de oliering. Die dopen we rustig in de olie. Deze doen wij helemaal onderaan. Hier moet hij, in de onderste sleuf. Dan pakken wij de kleinste, de dunste ringen. Pakken we er eentje en die slijp. Dus doen we er mooi omheen. Met de letters. Ja, of deze er wel op staan, weet ik niet. Hier staan geen letters op, dus het maakt niet uit of je hem zo doet of zo doet. Bij sommige doet maakt het wel uit, want dat zit dan enig verschil in. Doe dit echt heel voorzichtig. Als dit fout gaat, dan breek je zuigerveertje. En dat wil je echt niet. Dat is echt zonde ook. Nu de tweede ring. Deze doen we er omheen. Zo. Zo. Deze een beetje omhoog. En dan zet je hem aan de onderkant, totdat hij er helemaal invalt. Nu zie je hier
heel dichtbij, zie je dat hij er heel netjes in valt. Dan knijp je hem in. En ik merk, er zit goed druk op. Dus het is... Hij schraapt het olie goed. Want als deze er niet in zit, dan gaat al het olie aan je kleppen komen. Dan zijn je kleppen gewoon echt helemaal verkoold. Dan zuigen we een beetje van de zuiger in. Dan pakken wij nu de... Wat zwarte veer moet meestal boven. Dus deze moet onder. Dus deze gaan we als eerste erop zetten. Dit zijn ook de meest breekbare veren. Omdat deze ook van veel dikker materiaal zijn. En die kunnen gewoon echt veel sneller gaan breken. Omdat ze ook veel strakker zijn. Hoe weet je nou? Stel voor, het zijn twee chrome ringen. Boven moet altijd de strakste. En onder moet altijd de minst strakste. Dus dan doen we deze. En deze. Deze is het minst strak. Deze is echt strakker. Kan soms een beetje kut zijn. Dat zeg ik nu ook zelf. Het is echt kutwerk soms. Al helemaal als het niet helemaal mee zit. Nu, deze hier bovenop. En je moet je dus zien verplaatsen naar de onderste. Stop allemaal met filmen. Dan ga ik deze even optieven. Zo. Deze veer zit erop. Dan gaan we kijken of ene. Hij zit echt perfect erop. Dus echt goede kwaliteit voor AliExpress. Dat heb ik nooit verwacht dat dit uit AliExpress zulke kwaliteit is. Normaal, ik heb één keer de tweetaksin besteld. Nou, ik zou zeggen, je haalde je vingers erbij open. Zo scherp was het gewoon. Zo slecht afgewerkt. Pakken we nu de bovenste veer, de laatste veer. Dopen we ook netjes in de olie. En deze monteren we aan de bovenkant. Slinder. Met de letters omhoog. Of. De letters zitten meestal vlak bij jouw zuigerveren. Hier. Precies bij het inhammetje zit hij daar. Nu zie ik, als ik er goed op kijk, dat deze zuigerveren al van de fabrieks af aan zijn ze al afgesteld. Dus ik zie hier gewoon dat het is geveild. Dus dat dit precies is afgestemd op de cilinder. Dit is echt goede kwaliteit. Dit heb ik echt niet verwacht van AliExpress. En dat betekent dus, je hoeft niet per se een Raku te hebben, want het is toch allemaal Chinees. Doe zo. Laatste stukje en dan hoor je ineens, klik, zit erop. Dan heb je ze allebei in. Dan trek je de onderkant, deze weer weer, zo. Dat ze helemaal hier omhoog zijn en dan knijp je ze in. Kijk, zie je, en dan komen ze ook gewoon precies uit. Echt perfect. Gewoon mooi erop. Zie je? Pakken nu vinger in de olie. Een beetje aan de onderkant. Een beetje in de pistoolpen. Gewoon lekker. Het maakt niet uit hoeveel je gebruikt. Zolang het maar genoeg olie is. Maar niet te veel natuurlijk. Niet dat, het echt gewoon, dat je dit gewoon helemaal eroverheen tieft. Dat is niet goed. Hier hoeft geen olie. Dat is niet nodig. Alleen hier. De binnenkant van de zuiger. En de zijkant van de zuiger. En de zuigerveren. Deze zuigerveer is helemaal goed. Dan pakken we nu de pistonpen. Deze knippen we netjes even open. Ik heb een beetje glibberige handen, dus dat is altijd wat kut. Zo, ik heb de pistoolpen eruit. Ik doop hem ook een klein beetje met olie. En dat eraf druppelt, hier zo, zie je. Ik vat hem helemaal in. En dan gaan we een beetje erin doen. Goed in, krijg je even speling. Komt ook van AliExpress. Oh, niet eens speling, het is echt. Echt goede kwaliteit. Niet verwacht van AliExpress.
Dus de zuiger is klaar. We kunnen de olie weer terug in de kan doen. En dan schroeven we hem weer vast. Nu zijn mijn handen best wel vies. Dus we hebben de zuigerveer net gemonteerd. Dan gaan we nu naar de scooter en dan gaan we de cilinder monteren. We gebruiken 10W40 olie om de cilinderwand alvast in te smeren. We doen dit met een zo'n patroon. Niet zo. Maar het maakt eigenlijk niet uit. Zolang het maar letterlijk vettig is, dat als hij bij de eerste start, dat hij geen droge start heeft. Zo, helemaal top. Gaan we nu even dus in de kop een beetje schoonmaken. En dan gaan we nu de cilinder monteren. Bij het monteren van de cilinder gaan we eerst de kettinggeleider pakken. Deze is een beetje vies, dus deze gaan we even schoonmaken met een papieren doekje. Monteer op de volgende manier. Het kantje met het pootje naar beneden moet zo. Dus deze kant moet naar beneden. Dan pakken we hem, slijden we hem erheen. En voel je, ja, die gaat goed op en in. Dan pakken we de ketting. Deze doen we ook door de cilinder heen. Dan hebben we hier de ketting. Dan pakken wij meestal een schroevendraadje. En die kan je er gewoon lekker tussen leggen. Of gewoon totaal niet, want ik zie dat het dan niet helemaal goed gaat. Cool. Nou, we hebben nu dit zo mooi staan. De kettinggeleider aan de onderkant zit half in het blok vast, dus dat is perfect. Niet dat je de cilinder op dat de kettinggeleider breekt. Dat is iets dat is onwenselijk. Dan gaan we nu de cilinder monteren. Je knijpt de zuigerveren een beetje in. En zorg dat hij gewoon netjes overeen komt. En dan druk je hem er geleidelijk op. Het is altijd een beetje priegelwerk met deze viertakzuigertjes. En nu zie je, hij zit. Nu kunnen we hem helemaal erin drukken. Geleidelijk. En dan zit hij mooi over de pasbusjes heen. Dan kunnen we de distributieketting kunnen we hier overheen doen. Dus deze zo. En dan, wacht. Dan zetten we ook weer pasbusjes op de cilinderkop. Daar zit linksonder moet er één. En rechtsboven. En dan kunnen we nu de cilinderkop gaan monteren. Maar dat zie je in de volgende aflevering. Trouwens, we hebben een nieuw Insta-account voor het JupiJup kanaal gemaakt. Volg die ook eens eventjes. Daar zitten allemaal backstage dingen op. Wanneer er een video wordt geüpload. Wanneer er is, een nieuw weetje is. Wanneer we een nieuw onderdeeltje binnen hebben. Of een nieuw sponsor. Wie weet. Misschien kunnen we dat allemaal laten weten via de Instagram-account. Volg ook onze privé-accounts. Om te zien wat wij in het dagelijks leven doen. Op de fiets, onderweg naar school. Timothy Beide 4 en Justin Bot. _Bot. Linkjes staan in de beschrijving. En dan zie ik jullie weer bij de volgende aflevering. Laters!